Dit is het vierde deel over de spieren en in dit geval een klein stukje over inspanningsfysiologie. We hadden het in de vorige presentatie over training en trainingsaspecten. Nou, wat zijn nou de kenmerken van anaeroob alactisch energiesysteem, oftewel zonder melkzuurproductie? Nou, het is direct beschikbaar. Het is een hele kleine capaciteit, dus voorraad van een klein beetje ATP en creatine fosfaat. Het is wel een enorm vermogen en als je dit verbruikt hebt, ja, je herstelt daar vrij snel van. Als je gaat kijken naar, als je langer aan het sporten bent, dus vanaf 5 tot 20 seconden maximale belasting, dan zien we dat er ook melkzuur gaat ontstaan. Dan spreek je van de anaeroob lactische energiesysteem. Het heeft een groot vermogen, maar ook hiervoor geldt, er is een beperkte capaciteit en een groot nadeel is natuurlijk de vorming van melkzuur, oftewel lactaat. Dat lactaat leidt tot verzuring. En verzuring heeft weer een aantal vervelende bijeffecten. Allerlei reacties in je lijf lopen minder goed. We zien ook dat ja, door de verzuring en door de krachtsinspanning de beschadiging van spiervezels ontstaat en de kracht daarna afgenomen is. En we zien dan ook dat de coördinatie daardoor natuurlijk minder is. En doordat er ontstekingsmediatoren vrijkomen uit de beschadigde spiervezels, worden de zenuwuiteinden geprikkeld en ontstaat pijn. Gek genoeg zien we dat het fenomeen spierpijn vaak de tweede dag na de inspanning het meest aanwezig is. Als we dan kijken naar de kenmerken van de aerobe energieleverancier, dan zie je dat er glycogeen wordt verbrand. En als dat gebeurt, dan heb je te maken met een langdurige, matige tot maximale intensiteit. Dus nou, de energielevering komt traag op gang. En de capaciteit is erg groot. Je hebt ongeveer voor een dag, als je niets doet, een voorraad aan glycogeen. Als je gaat sporten, is de voorraad ongeveer voor 1 uur tot 2 uur aanwezig. Nadeel is dat er weinig vermogen is, in de zin van dat ja, er toch relatief weinig ATP gevormd wordt. Bij de vetverbranding daarentegen zien we dat het wel een grote capaciteit is en ook een relatief laag vermogen. En het kost alleen meer tijd en zuurstof dan bij glycogeenverbranding. En de vetverbranding, daar zul je pas wat van merken als je een ja, submaximale inspanningen doet van 45 minuten tot 1 uur achtereen of langer uiteraard. De principes van krachttraining, dus even aan de kracht kun je erop trainen, dat is natuurlijk op maximale kracht, op hypertrofie, oftewel de spierdikte die toenemend moet, de snelkracht, hoe snel wil je een prestatie doen, explosieve kracht, zoals bij sprinters en dergelijke van belang is, en de combinatie van kracht en uithoudingsvermogen. Als we kijken naar de intensiteit van de uitoefening, dus even nou, percentage van maximaal. Dus nou, bij maximale kracht moet je dus ook maximaal intensief werken. De series 4 tot 8 en dan 1 tot 3 herhalingen elke keer. Niet meer dan 1 tot 2 keer per week. Gaan we naar de hypertrofie trainingen, dan zie je dat de intensiteit lager moet liggen ten opzichte van de maximale krachtsuitoefening en dat het aantal series ja, ook laag moet liggen, maar dat het aantal herhalingen wat hoger moet zijn. Zo kun je ook voor de andere methoden, zoals snelkracht, explosieve kracht en krachtuithoudingsvermogen, een schema opstellen. Hier zie je een bekende trainingsmethode. Dat is volgens het Holten-diagram, oftewel de piramide-training. En helaas zien we nog eens dat mensen als ze gaan krachttrainen, inderdaad starten bij de lagere belasting en dan steeds meer gaan belasten tot 100%, oftewel maximaal wat ze kunnen. En dat met één herhaling. Veel krachtsporters zie je op dit moment afhaken en is de oefening klaar. Eigenlijk zou je ook dat piramide naar beneden weer terug moeten aflopen door dezelfde gang te maken met het aantal herhalingen en de afname van intensiteit. Uithoudingsvermogen, kunnen ze van duurtraining of intervaltraining.
extensief of intensief. En ze van duur sport of duurtraining. Intensiteit 50 tot zo'n 75% en dan zo'n 30 minuten tot 4 uur, maar niet meer dan 1 tot 3 keer per week. En zo kun je dus doorgaan richting de extensieve intervaltraining. En intervaltraining is wat bijvoorbeeld gedaan wordt bij spinninglessen. Hier zie je de personificatie van degene die volhoudt. Een stukje snelheidstraining. Reactiesnelheid is uiteraard alleen maar te trainen met andere mensen die je laten reageren. 1 tot 2 keer per week snel doen en 4 tot 6 herhalingen. Sprintsnelheid, acceleratiesnelheid, maximale snelheid en de snelheid uithoudingsvermogen. Wat je in ieder geval ziet is dat de intensiteit zeer hoog ligt en dat het aantal herhalingen eigenlijk heel laag ligt. En dit is iets wat je eigenlijk ook niet al te vaak moet doen met de kans op blessures te groot is anders. Hier zie je iemand die behoorlijk op snelheid getraind is. Uiteraard zag je net een plaatje waarbij niet alleen de snelheid van belang is, maar ook een stukje lenigheid. En dat kun je doen door een dynamische lenigheid te doen, dus waarbij je dus de maximale range of motion, oftewel de maximale uitslag gaat doen. Of statisch, dat je het gaat rekken tegen weerstand in. Verschillende trainingsmethode. We kennen de duurtraining, dus langdurig achter elkaar trainen, intervalduurtraining, intervaltempotraining, sprinttraining, techniektraining en lenigheidstraining. En we gaan ze allemaal met elkaar bespreken. Let erop dat hierboven staat dat er een middelmatige belasting is bij de duurtraining. En zien we dus dat er een steady state wordt gehandhaafd bij de duurtraining. En je gebruikt daarbij ongeveer 50 tot 60% van je arbeidsvermogen. Als je dit trainingsprincipe gebruikt, zie je inderdaad dat het aerobe uithoudingsvermogen sterk toeneemt en dat de conditie toeneemt en eigenlijk alles efficiënter verloopt. Intervalduurtraining, dus interval afgewisseld, of duurtraining afgewisseld met intervallen met maximale arbeidsvermogen, zien we dat het aerobe uithoudingsvermogen ook toeneemt, maar de belasting moet niet te lang worden gedaan, anders zie je dat het anaeroob systeem wordt aangesproken. Interval tempotraining, plotselinge versnellingen in het geheel, 80 tot 90% van het maximale arbeidsvermogen, maar iets langer, omdat je dan ook net anaeroob wilt zijn, want het doel hierbij is ook om het anaeroob uithoudingsvermogen te laten stijgen. Voordeel hiervan is dat je beter vermoeidheid en de hogere zuurgraad door de melkzuurvorming kunt verdragen. Sprinttraining is een trainingsintensiteit maximaal en dus ook de rustpauzes moeten lang zijn. Je geeft echt 100% van het arbeidsvermogen en we zien dus ook spiervermoeidheid en zenuwvermoeidheid. Het geeft wel een verbetering van het anaeroob uithoudingsvermogen, oftewel de productie van ATP en creatine en fosfaat en een toename van de explosieve spierkracht. Coördinatie wordt verbeterd en de belasting is kort. Alle fosfaat wordt opgebruikt en er is sprake van een kortdurende, extreem hoge belasting. Een stukje techniektraining is variabele belasting. Is natuurlijk techniek zodat je efficiënter om kunt gaan met je energiesystemen. En met name de coördinatie zal verbeteren. Er zijn twee vormen, de techniek. Training, het aanleren van hoe je bewegingen moet doen en de specifieke techniek training. En dat is een stukje vaak doen en door doen te leren. En dat noemen we ook wel het zogenaamde wedstrijdtempo opdoen. Lenigheid, hierbij ga je variabel belasten. Dat doe je, kun je doen door statisch te belasten, vasthouden in de uiterste stand, of dynamisch met een verende beweging te werken in de lenigheid. Hier zien we natuurlijk een prachtig voorbeeld van een enorme lenigheid toename door een simpele sportoefening.